Welke retail trends houden jullie in de gaten? De trends die te maken hebben met data en klantdata met name. Trends die aangeven of die iets vormgeven over hoe wordt klantdata geregistreerd, op welke contactpunten. Vroeger was dat alleen online, tegenwoordig is dat ook steeds meer offline. Dus als iemand een winkel binnenloopt, dan kan je hem identificeren. Als hij een handscanner pakt, dan kun je hem identificeren. En de digitalisering van zeg maar, consumptie of het consumentgedrag, dat is wat wij volgen. Als u naar dat soort voorbeelden kijkt, waar ligt dan de grens tussen dienstverlening en privacy schending? De dienstverlening ligt, of ja, de grens is, uiteindelijk is het in handen van de consument die bepaalt wat hij wel of niet toestaat. En ongeacht of het juridisch wel of niet toegestaan is, denk ik dat het voor een bedrijf gezond is om rekening te houden met de verwachtingen van de consument. Openheid geven over wat doe je met die data, wat verzamel je van die persoon. En daar ook eigenlijk toestemming voor vragen. Dat is volgens mij de enige manier waarop je er weer om kunt gaan. En dat zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander. En niet alles wat juridisch mag, is ook slim om te doen. Dus, wat zijn de belangrijkste mogelijkheden van big data? Voor retailing is big data waardevol voor betreft formule. Het vinden van de juiste doelgroepen in Nederland, afstemmen van de formule op die doelgroepen. Waar wonen concentraties, waar niet. En op filiaalniveau is het meer ter sturing van de service en de omzet in de filialen. Het differentiëren daarvan naar lokale omstandigheden. Traceren van koopgedrag als assortimentssamenstelling. Als afgespiegeling van het profiel van de consument die in de omgeving woont en de klanten. En op klantniveau is big data echt wel bruikbaar om klantgedrag te beïnvloeden. Je kunt klantdata, we spreken liever niet zozeer van big data als wel van smart data, is dat je data gebruikt om klanten beter van dienst te zijn en een klanttevredenheid te creëren waardoor ze ook meer gaan kopen en loyaler gedrag vertonen. En daarvoor moet je relevant zijn en je kunt alleen maar relevant zijn voor een consument als je hem ook kent. En dat is ook al een beetje het snijvlak met de vorige vraag over de privacy. De consument eist relevantie, steeds meer en steeds meer. En aan de andere kant wil hij wel dat je respectvol met zijn gegevens omgaat. Dus een beetje het snijvlak.